Hallo allemaal, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Leven op Wielen. Deze video is eigenlijk iets anders dan wat jullie van ons gewend zijn. Het gaat eigenlijk over de actualiteit, over het onderweg zijn tijdens de coronacrisis. En daarin willen mijn collega's Wenne en Jeroen en ik zelf jullie een beetje laten zien hoe het er onderweg op dit moment aan toe gaat. Dus ja, het zijn ook allerlei stukken aan elkaar gemonteerd, zeg maar. Dus ja, hoe we moeten koken, het toilet, dergelijke. Want ja, restaurants, alles is gesloten natuurlijk. Dus eigenlijk is het meer om jullie een beetje een idee te geven hoe het onderweg gaat. Nou, wilden een hoop klanten, of ja, eigenlijk bij een hoop klanten mochten we niet filmen. Die wilden ons eigenlijk niet laten zien welke maatregelen er genomen werden. Dus dat proberen we jullie ook een beetje te vertellen. Ik kan zelf alvast laten zien. Bij een hoop klanten ja, worden handschoentjes verwacht dat je die aantrekt. En een mondkapje op. Dus ja, het is best een rare gewaarwording, al zeg ik het zelf. Als je dat onderweg allemaal... Ja, in één keer moet je mondkapje of zo bij een klant. Want het onderzoek staat niet stil. Het kan zijn dat enkele maatregelen versoepeld kunnen worden. Besmetting volkomen overvraagd worden. Waardoor er niet genoeg capaciteit zou zijn om kwetsbare ouderen en andere patiënten met een hoog risico te helpen. Hoi, hallo allemaal. Ja, ik ben Werner. Dat weet je misschien nog wel van een vorig filmpje van de trein. Ik heb... Zoals je ziet, mijn bed ligt helemaal vol. Ik heb een tas met boodschappen bij me. Met lange houdbaar eten, blikken. Extra brood, extra drinken, extra water. Ik heb daar een sherrycan liggen met extra water. Een gasplaatje. We zijn gewoon niet zeker op dit moment hoe of wat. En ik moet naar Toulouse. Ja, we weten gewoon niks. En de bedrijven en collega-bedrijven weten ook niks. Het zijn allemaal een beetje tegenstrijdige berichten wat er gaat gebeuren. Ja, zolang dat we kunnen rijden, moeten we niet, maar willen we het wel. En ik wil het gewoon op mijn werk blijven doen. En mijn collega's ook nemen kan. Dus, alleen ja, of dat de bedrijven open zijn, ja, dat weten we gewoon niet. In Frankrijk een aangekondigde lockdown, maar wel met vrij baan voor het goederenvervoer. Dus we gaan aannemen dat we gewoon welkom zijn bij klanten. Het zijn alleen hele lege snelwegen, lege dorpen waar je erheen rijdt. Dus niet normaal. Het is ook niet leuk. Nou, ik ben al 28 jaar, maar dit heb ik nooit hoeven te doen. En vandaag is het zover. Bizar, joh. Ben ik nazi? Nou, maar kijken. Ik zorg dat je moet koken, hè? Je moet straks nog afwassen ook. Goedemorgen. Het is 5:30 nu. Ik sta te lossen. En ook hier, je kan niet naar het toilet. Je kan je eigenlijk niet wassen, opfrissen. Dus nou, dat wordt zometeen maar weer bij de auto... wassen. Maar ja, het toilet is weer een andere zaak. Je kan moeilijk hier buiten op de stoep gaan zitten. Dus het is echt een drama. Nou, ondertussen is het 8:30. Ik ben al bij 2 pompen gestopt waar de toiletten dicht waren. Dus nou, hier maar eens kijken of ze hier open zijn. Nou, ik heb goede hoop. Buiten omlopen. Nou, de toiletten zijn hier in ieder geval nog open.
vooruit maar weer. Hier kunnen we ons haar tenminste wassen. Nou, gelukkig hebben ze hier in ieder geval het, het washok opengelaten. Dus dan kan je in ieder geval nog wassen. En je tanden poetsen. De douches zijn op slot. Je kan geen sleutel halen, niks. Dus ja, dat is niet anders. Maar hier kan je in ieder geval nog wat. Dus dat is wel prettig. Echt bizar, jongens. Alles is dichtje. Dat is echt niet normaal. Hier. Hier kan je laten zien. Overal linten. Dat is echt bizar. Nou, ik heb gelukkig een paar klanten kunnen lossen. Je bent welkom. Maar je mag niet naar de toilet. Dat willen ze niet hebben. Ze geven je geen hand. Dat is te begrijpen. Maar één bedrijf geweest. Dan moest ik mijn papieren afgeven door de raam. Waar je normaal gesproken binnen rijdt. En ja, je netjes moet melden aan het loket bij de afdeling ontvangst. Je mag niet binnenkomen. Er komt iemand naar je toe. Je moet in je auto blijven zitten. Je moet het raam naar beneden doen. Papieren afgeven. En nou, dan zegt hij dat je ergens moet gaan staan. En, dan moet je het toch zelf lossen. Je moet de pallets achterop zetten. Dus je mot die auto uit. Dan blijven ze allemaal op 5, 6 meter afstand van je. Dan zetten ze een pompwagen in die auto en dan moet jij de pallets naar achteren trekken. Nou is dat natuurlijk ons werk. Dus dat is een probleem hier. Alleen de manier waarop. Ook pas als je de pallet achterop hebt staan op de trailer. En jij bent weer weggelopen naar de volgende pallets met je pompwagen. Dan pas komen ze met de heftruck achterop naar je auto om die pallet eruit te halen. Het is echt bizar. Het is echt bizar. Mensen blijven gewoon 5, 6 meter van je vandaan. Ja, onvoorstelbaar. Net of dat je de meest enge ziektes bij je hebt. En natuurlijk snap ik het wel, maar 5, 6 meter van je vandaan blijven. En volgende week staan ze elkaar waarschijnlijk een handje te geven en af te kussen. S'morgens om 8 uur als ze binnenkomen op de tol. Maar ja, het zijn alleen maar voorschriften. Ik heb een begrip voor. Alleen, toch even benadrukken, we zijn er wel met hun spullen. We zijn er gewoon wel. En als je dan niet fatsoenlijk naar de wc kan, of je handen kan wassen. Zoals we hier zien, de politie controleert dus wel degelijk of dat noodzakelijk is dat je naar buiten bent gegaan. Door middel van een document waar je bij je moest hebben. En dan moest je dan kunnen overleggen aan de politie. Dat zien we hier nog momenteel. Nou, Sebas staat hier al mooi op mij te wachten. Die was vroeg begonnen vandaag, dus stond bij tijd stil. Ik kom hier nou aanrijden in Messiers bij Mammoet. Dat is een routeetje waar wij wel vaker komen. Normaal gesproken kun je daar op je gemak binnen eten en wat drinken. Ook dit restaurant was nou eigenlijk dicht, maar die heeft geregeld dat we nog een soort van afhaal kunnen doen bij hem. En dan wou we jullie even laten zien hoe dat gaat hier. Zo, frisdrankje in een bekertje. Ja, frisdrank in een bekertje. Frisdrank in een bekertje. Dat is wel. Appelsap. Doe een sankje.
Zeg, vijf. Van die kabel, waar ze meten dan koud. Dus ik zal wel bestek moeten gaan zoeken, want ik weet begon niet waar ik, of ik die wel bij me heb. Ik weet het niet. Merci. In mijn havenwagen had ik altijd een magnetron, maar ja, ik denk die tot nog een keer gebruik ik nooit en de pleuris ding. Merci Pierre, wat zou je? Nood breekt wet, hè? Meeneem wijn. In een flesje gevuld. Broodje. Kijk, een verrassingspakket. Dat krijgen we. Nou, en de knoflooksaus zit er al op. Friet met kebab. Iemand wat? Iets in de winter waar je even fatsoenlijk kan douchen. En nou heb ik iets gevonden. Dat is op de Nationaal. Van Bordeaux naar Poitiers, op de Nationaal 10. Nou, dan zijn er een aantal restaurants die zijn in zoverre open dat je eten kan afhalen. En ook gebruik mag maken van het sanitair. Dus ook de douche. En dat reken ik goed. Dus dan gaan we daar naartoe. Nou, we hebben een afvalminuutje kunnen scoren. Oh, is lekker hoor. Lekker warm nog. Kijk, voorgerechtje, hoofdgerecht, toetje, moesje, karamel, kaasje erbij, biertje, stokbroodje, bestek. Ja, het is niet net als thuis, zeg maar. Maar het is in ieder geval fatsoenlijk eten. Nou. Ik hoop eigenlijk na het zien van deze video dat jullie een beetje begrijpen hoe het voor ons is onderweg. Persoonlijk vind ik eigenlijk dat we geen lintje of schouderklopje of iets dergelijks verdienen. We doen gewoon ons werk. Maar ik zou het wel fijn vinden, zeg maar, als mensen even terugdenken aan deze tijd nog, zeg maar, dat de chauffeurs het mogelijk maakt om, om de mensen te voorzien in hun behoeftes. Dus iets meer begrip in de toekomst en respect zou wel fijn zijn. Zeker naar wat er nu allemaal aan de hand is. Nou, normaal gesproken zouden we zeggen van ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Maar in dit geval, ik hoop dat we kunnen hebben laten zien waar wij mee te maken hebben. Voor mij. Mee te maken hebben gehad en waarschijnlijk volgende week en de weken erop ook. Ook zou je nou kunnen zeggen van ik ben blij dat ik weer thuis ben, maar in Nederland is het niet veel beter. Dus, maar goed, laat je waardering even weten door een duimpje te geven en abonneer je op het kanaal zodat je op de hoogte kan blijven van de volgende filmpjes. Er komen er nog wel een paar. En we hopen dat dat dan net een leuker onderwerp is.